een grote glimlach vanmorgen in het Philipsstadion op het gezicht van Steven Bergwijn. Want hij bereikte met PSV een mondeling akkoord over het verlengen van zijn contract. En dan is een glimlach zeker op zijn plaats. Van harte, jongen. Dankjewel. Ik ben er super blij mee. Je hebt een mooie weg bewandeld en een mooi begin. Yeah. En nu komt er een heel mooi vervolg, hoop ik. Heel veel succes erbij. Dankjewel. Het is natuurlijk vorig jaar. Ja, rond dezelfde tijd heb ik getekend en ja, nu weer een mondeling overeenkomst. Dat is mooi. Dan kan het heel snel gaan, hè? Ja, zeker. Je werkt er hard voor elke dag en weer een droom die uitkomt. Het is een mooi jaar voor jou geweest. Je debuut bij Almere, daarna hier de laatste thuiswedstrijd nog gespeeld. Iedereen begint ook een beetje gewend te raken aan Steven Bergwijn. Ja, ja, dat is mooi. Het waren mooie momenten. Hier als eerste bij Almere City en ja, dan hier in het uitverkocht stadion. Geweldig. En nu komt Alberto er dus. En ook Suwendli Alberto, die zijn debuut maakte in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, verlengde vandaag zijn contract tot en met 2018. Ik denk dat ik me de afgelopen jaren goed heb ontwikkeld. En ja, ik zie dit zeker als de beloning voor het harde werk van het afgelopen seizoen. Vorig jaar begonnen de A1, de Jong PSV. Met als bekroning hier debuut in het Philipsstadion. Smaakt dat dan meer? Ja, zeker, zeker. Het is snel gegaan. A1, Jong PSV en dan het eerste allemaal in één jaar. En het was zeker mooi om een debuut te maken dit jaar en ik hoop volgend jaar op meer. Ik kijk niet echt zo vooruit. Ik kijk gewoon elke dag met de dag. Ik wil gewoon bij het eerst aansluiten. En, elke dag 100% geven en dan ja, zie je wel wat er komt. Maar ik kan me wel voorstellen, zo'n wedstrijd hier tegen Heracles, dat smaakt naar meer. Ja, zeker, zeker. Veel meer. En heb je nog bepaalde doelen voor jezelf? Je ziet van, ik wilde hier nog spelen of daar nog spelen in dit stadion, bepaalde wedstrijden? Nou, ik wil gewoon vast basisspeler hier worden en ja, vandaar zie je wat gaat gebeuren. Ja, sowieso in de voorbereiding hard werken om vast bij de eerste selectie te blijven. En het zou dan mooi zijn om wedstrijd te spelen in het eerste, hier in het stadion. Dit contract wat je getekend hebt, wat betekent dat voor jou? Ja, het betekent dat je vertrouwen uitspreekt van de club. En dat ik goed bezig ben, goed op weg ben. En ja, zeker mooi dat ik mijn contract heb kunnen tekenen vandaag. En dus veel blije gezichten vanmorgen. De talenten Bergwijn en Alberto beginnen aankomende maandag met PSV de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2015-2016.